Exchange Inc. presenteert in samenwerking met Hitachi Capital Mobility een vierluik over duurzame mobiliteit. Hitachi Capital Mobility is wereldwijd aan het kijken naar hoe we maximaal kunnen verduurzamen. In Europa zien we nu dat dit een enorm hot topic is. En met name in Nederland zien we weer dat we heel erg bezig zijn met elektrificatie op het volgende niveau. Wij kijken als Hitachi Capital Mobility samen met de klant welke manier van verduurzamen het beste bij hen past. Wij kijken met name naar de huidige autoregeling en hoe we deze al dan niet gefaseerd kunnen omzetten naar een volledig elektrisch wagenpark. Ook in de bestaande vloot van verbrandingsmotoren kan je nog ontzettend veel winst behalen als het gaat om vergroening en verduurzaming. Als wij naar 2050 moeten en alles moet zero-emissie zijn, heeft het geen zin om heel veel te investeren in een route die nooit zero-emissie kan worden. Je ziet dat bedrijven heel erg aan het worstelen zijn met de doelstellingen die ze op zichzelf hebben opgelegd of opgelegd hebben gekregen. En mobiliteit is een heel groot onderdeel van alles wat zij gebruiken. En daarop zie je eigenlijk dat zij heel erg op zoek zijn naar een manier van verduurzamen. Nou, je ziet dat een elektrisch rijder is een veelrijder. Dat heeft vooral te maken met dat een elektrisch rijder in een zakelijke auto rijdt, in een nieuwe auto rijdt. En dat de zakelijke rijder ook wel een beetje op zijn centjes let. Er komen modellen bij die prijstechnisch beter zijn. En mensen zien steeds beter in dat de total cost of ownership, dus eigenlijk wat kost een auto op de lange termijn voor mij, ja, zeer interessant is om elektrisch te doen. Wij zien dat de actieradius van elektrische auto's steeds verder toeneemt, wat betekent dat er steeds meer kilometers mee gereden kunnen worden. De reden dat mensen op dit moment nog steeds niet durven overstappen, vaak op volledig elektrisch, is dat men wat onzeker is. Kan ik wel op tijd opladen? Maar tegelijkertijd moet je realiseren dat zo'n hybride auto dan automatisch overschakelt op benzine. Dus het kan best een mooie variant zijn waar je, zeg maar, als tussenvariant op overschakelt voordat je echt helemaal elektrisch gaat rijden. Een van de belangrijkste tips die wij onze klanten geven als het gaat om verduurzamen is dat je echt gaat verduurzamen. Dus dat je echt je wagenpark inricht op de manier dat je je doelstellingen gaat behalen. En dat kan zijn dat het gefaseerd gaat, dus dat je eerst kiest om puur te gaan stekkeren en dat je dan in een latere fase kiest voor elektrificering. Of dat je zelfs zover gaat dat je overstapt op de waterstofauto. Ik voel dat ik onderdeel ben van een toekomsteconomie in plaats van dat ik in een ronkende, stinkende auto zit. Waar ik de hele tijd denk, ja, dit is volgens mij ook niet meer echt van de toekomst. En toch is het een kip-ei-verhaal. Als je niet kan laden, als je geen waterstof kan opnemen, ja, dan kan je ook niet met waterstof rijden. Voor wat betreft onze visie op de toekomst van mobiliteit zullen we zien dat de elektrificering een verdere vlucht zal nemen. Waarbij steeds meer bedrijven zullen kiezen voor een volledig elektrische vloot. Al dan niet ondersteund nog door benzinevoertuigen en of waterstof. Waarbij waterstof echt iets is voor de verdere toekomst.